Stel, je mag je leven opnieuw doen. Een aantal dingen zul je misschien ongeveer hetzelfde doen, omdat je weet dat ze goed werken. Maar je gaat natuurlijk proberen van het tweede leven een groter succes te maken. Nou, dat is zo'n beetje wat kunstenaars tijdens de Renaissance ook probeerden te doen. Ze bliezen oude kunst nieuw leven in om deze vervolgens te overtreffen. Ze introduceerden regels en nieuwe genres. Het humanisme aan het einde van de middeleeuwen dat ik in een eerdere video besprak, zorgde voor een interesse naar oude teksten, naar originele bronnen. En zeker in Italië, waar de basis voor het humanisme werd gelegd, betekenen dit de teksten van de oude Romeinse en Griekse schrijvers. De klassieke kunstenaars werden op een voetstuk geplaatst en als voorbeeld gezien. Men sprak van een renaissance, een wedergeboorte van de echte kunst. Door de renaissance zijn we trouwens aan de term middeleeuwen gekomen, als de eeuwen er middenin, de periode die tussen de klassieken en de humanisten zat. Die middeleeuwers, dat waren maar barbaren zonder verstand van kunst. De renaissance kun je dus als kunststroming zien als gevolg van het humanisme. En deze stroming begon in Italië in de 14e eeuw en het verspreidde zich langzaam over West-Europa. Nederland liet trouwens behoorlijk op zich wachten, want pas vanaf 1560 zien we de eerste kenmerken van de renaissance in de literatuur opduiken. Nou, en wat betekende de renaissance nou precies voor de kunst? Ik neem je mee aan de hand van een paar kenmerken. Op basis van geschriften van die oude klassieken werden er bepaalde conventies geherintroduceerd. Dus regels en eisen waar kunst aan moest voldoen. In de architectuur vormde De Architectura van Vitruvius de basis om bij gebouwen rekening te houden met symmetrie en verhoudingen. En dat zijn verhoudingen die je ook in de beeldende kunst ziet terugkomen. Denk maar aan deze beroemde tekening van Leonardo da Vinci of aan het perspectief in zijn schilderijen. Mensen moesten daarnaast zo realistisch mogelijk worden afgebeeld. De schilders en beeldhouwers moesten verstand hebben van de anatomie van de mens. In de literatuur grijpt men naar de voorschriften van de Romein Horatius en de Griek Aristoteles. Die hadden opgesteld dat een toneelstuk bijvoorbeeld uit 5 bedrijven moet bestaan. Dat je midden in het verhaal moet beginnen en dat er een beslissende wending moet plaatsvinden. Schrijvers in de Renaissance schreven als hobby en kwamen voornamelijk uit de hoge middenklasse en de elite. En ze werden opgeleid op de Latijnse school, waar ze al vroeg in aanraking kwamen met deze oude teksten. Het ging daarbij niet alleen om het lezen van deze teksten, want het nadoen van de Romeinse en Griekse kunstenaars werd als de basis van kunst gezien. En dat kon op 3 manieren. Translatio, imitatio en emulatio. Oftewel het vertalen van werken, het nadoen en het overtreffen. En dat laatste, dat konden er natuurlijk alleen de echte kunstenaars. Een ander kenmerk is dat de mythologie en de klassieke godenwereld een inspiratiebron vormden voor de kunst uit de Renaissance. Zo zijn er veel toneelstukken die een klassiek verhaal bevatten en schilderijen waarop een mythe wordt afgebeeld. Als in gedichten naar Griekse goden werd verwezen, was dat niet alleen een aardige vondst, maar het liet ook zien dat de schrijver verstand had van de oude literatuur. En daarmee kom ik bij het laatste kenmerk van de Renaissance. Kunstenaars waren dus goed opgeleide mensen uit de bovenlaag van de bevolking en de kunst wordt een intellectueel spel voor kenners en ingewijden. De kunst wordt zogezegd raadselachtig, waarbij de kijker of lezer actief op zoek moet gaan naar verborgen boodschappen. Niet voor niets is het de renaissance kunst die een thrillerschrijver als Dan Brown gebruikt bij zijn complotachtige verhalen, waarbij de hoofdpersoon deze raadsels oplost en verborgen hints ontdekt in schilderijen en gebouwen. Tot zover de belangrijkste kenmerken van de renaissance. En hoewel kunstenaars zich dus vooral richten op het nadoen en verbeteren van deze oude kunst van eeuwen geleden, was er ook ruimte voor vernieuwing. In Italië ontstonden er nieuwe genres en vormen die ook in de Nederlandse literatuur populair zijn geworden. Eind 16e, begin 17e eeuw verschijnen er hier veel boeken met plaatjes en tekst. We noemen dit emblematiek. En in deze embleemboeken bestaat elk embleem uit 3 onderdelen. Een motto, dus een korte zin, een pictura, oftewel een afbeelding, en een subscriptio, een onderschrift, oftewel een stukje tekst. We hebben hier te maken met een actieve vorm van literatuur, want je kunt deze emblemen als een raadsel zien. De taak voor de lezer was om op basis van de 3 onderdelen de betekenis of boodschap van het embleem te ontdekken. De embleemboeken verschenen in het Nederlands, Latijn of Frans en werden gemaakt door destijds bekende schrijvers zoals bijvoorbeeld Jacob Cats. In zijn Zinnen en Middenbeelden staan emblemen over de liefde. Deze afbeelding van een aap met haar jong gaat gepaard met het motto nooit lelijk lief, nog schoon een koolzak. Wat zoiets betekent als een geliefde is nooit lelijk en een koolzak nooit mooi. In het onderschrift volgt de belangrijkste raad aan mannen. Wil je weten hoe je vrouw is?
kijk dan naar haar ouders. Een andere populaire bundel was Zinnenpoppen van Roemer Visser, waarin het embleem Nog ik, nog de wijn de lezer vertelt dat dronkenschap niet de schuld van de beker of van de wijn is, maar toch echt de schuld van de drinker. Een soort voorloper van het Postbus 51 spotje Drank maakt meer kapot dan je lief is. En PC Hoofd kwam onder andere met een liefdesemblemenboek, Emblemata Amatoria, waarin ook gedichten en liederen stonden. In het embleem Het Oude Deuntje zien we een man achter een vrouw aanlopen met twee verliefde zwanen op de achtergrond. De verliefde man is zoals de eekhoorn in een looprad, die maar niet vooruitkomt. In datzelfde boek van PC Hoofd vinden we naast emblemen ook een ander nieuw genre, een sonnet. Een dichtvorm die in de 13e eeuw populair was gemaakt door de Italiaanse dichter Francesco Petrarca. En het sonnet is de renaissance dichtvorm bij uitstek, want het sluit aan bij de voorkeur voor een vaste vorm. Het is een gedicht van 14 regels lang, 2x4 en 2x3 regels met een vast rijmschema en belangrijk is de volta, de wending die vaak tussen regel 8 en 9 plaatsvindt. Petrarca gebruikte het sonnet voor liefdesgedichten gericht aan een zekere Laura, een getrouwde vrouw. Het navolgen van Petrarca's gedichten werd een genre op zich en we noemen dit Petrarchisme. En je kunt dit herkennen aan een aantal elementen. Het gaat om een liefdesklacht, om een onvervulde liefde. En aan het woord is een mannelijke ik-figuur die deze onbereikbare vrouw bemint en bewondert. En hij beschrijft haar op stereotype wijze. Dus huid als blanke sneeuw, lippen als rozen en ogen als sterren. Sterren, je laatste verblik met je ogen die altijd stralen. De liefde wordt daarnaast beschreven als een metafoor. Bijvoorbeeld als een strijd, als een ziekte of als een droom. Je hebt een droom die naast me ligt. Het Petrarchisch gedicht is een literair spel vol met stijlfiguren als tegenstellingen en paradoxen. Waar we tegenwoordig een gedicht zien als een uiting van iemands emotie, daar was het schrijven van een Petrarchisch gedicht vooral een uitdaging voor de dichter om de liefde zo origineel mogelijk te beschrijven binnen de vastgestelde regels. De dichter toonde daarmee zijn vakmanschap. In 1613 verscheen een bundel vol met Petrarchische liefdespoëzie onder de titel De Weerlijke Liefde tot Rosemond. En om je een beetje een beeld te geven zal ik hieruit één sonnet voorlezen. O blond gestruiveld haar, haar dat zon beraait, dat mijn jonkjarig hert houdt zo strangen bevangen. O tanden van ivoor, o sneeuwwitte gewangen, die het penseel van Appel met purper heeft bevraaid. O lipjes daaruit dat liefde zijn schichten zaait, o mond daaruit dat stort de jeugd haar zoete zangen, o welbesneden hand die om mijn pijn ter lange ontsteekt van nieuws de tors die eens was uitgewaaid. O oogskens biende vreugd en droefheid van gelijken, o borstjens die bezit Cupido voor zijn rijken, o keel die zoet geluid zo lange in doren blijft, o kuskens die met dwaas ijdel troost hopen geven, o zoetzurige spraak die nu smeekt en u kijft, gij doet mijn duizmals daags hersterven en herleven. Door alle zoetgevoiste beschrijvingen voelt dit sonnet nu een beetje cheesy aan. En deze anoniem gepubliceerde bundel zorgde overigens voor wat opschudding. Niet vanwege de inhoud, maar omdat al snel bleek dat de anonieme schrijver Justus de Harduijn was, een priester. En zulke liefdespoëzie was natuurlijk not done voor een dienaar van God. Tot zover over de kenmerken van renaissance, emblemen, sonnetten en het Petrarchisme. In de 16e en 17e eeuw groeide de literatuur. Schrijven werd een serieuze aangelegenheid. Teksten werden gelaagder, ingewikkelder en taliger. En dat maakt het voor ons niet altijd even makkelijk om deze teksten te lezen en te snappen.